namens alle Nederlandse jongeren die Marokkanen wordt genoemd. Marokkanen, Marokkanen, Marokkanen. Je gaat er vanzelf een hekel aan krijgen. Omar is het zat, spuugzat. Samen met zijn zus Janet schreef hij een weblog over hoe Marokkaanse jongeren in de media telkens worden weggezet. Spreek mij aan op mijn gedrag, op mijn functioneren, op mijn woorden. Beide werken als hulpverlener met de Marokkaanse jeugd. Omar in zijn bokschool in de Arnhemse wijk Malburg. Oh, rustig, rustig. Linkshoek, rechts knieën. Dus één... Probleemjongeren soms, die hij op het rechte pad probeert te houden. Maar volgens Omar krijgen ze steeds een stempel opgedrukt. Volgens hem gebeurde dat vorige week opnieuw in de landelijke media, toen Johan Derksen de discussie startte over Marokkaanse jongeren die overlast veroorzaken op het voetbalveld. Wanneer er te veel Marokkaanse jongens deel uitmaken van een elftal, dat dat ten koste gaat van de authentieke sfeer van zo'n club. Dan krijg je de Marokkaanse jongens de overhand, dan krijg je cultuurverschillen, dan krijg je hele nare situaties. Dan lopen de blanke Nederlandse jongens die lopen naar een andere club. En zo'n hele club, daar blijft niets van over eigenlijk. De opmerkingen van Derksen snijdt de Marokkaanse gemeenschap in de ziel, vindt het tweetal. Discussies als deze hebben direct invloed op de jongeren. Op het moment dat wij Derksen inderdaad op tv zagen en die uitspraak zagen doen, waren we eerst van flabbergasted, van oh nee, niet weer. Dan wordt naar elkaar gewoon besproken van hey, waarom wij alle keren. Dus het doet iets met hun. En toen hebben we besloten van nu, het moet genoeg zijn. We gaan namens al die jongeren gaan we een blog schrijven en laten horen dat genoeg is. Janet groeide net als Omar op in Arnhem. Ze studeerde aan de universiteit in Amsterdam en onderzocht hoe hulpverlening omgaat met Marokkaanse jongeren. Daarnaast schreef ze Omar advies. De hele discussie raakte zowel professioneel als persoonlijk. Wanneer worden het dan wel Nederlanders? Hè? Zullen mijn kinderen Nederlanders zijn of worden? Zullen hun kinderen Nederlanders zijn of worden? Of gaat het nog een generatie langer duren? Dat is wat mij steekt. Als mens, als moeder, als professional steekt met name dat wij met z'n allen die werken met dit soort jongeren dag in dag uit proberen om ze een beter bestaan te geven, om ze weerbaarder te maken. Om te zorgen dat zij volwaardig Nederlander kunnen zijn. En dan word je gewoon weer naar beneden getrapt. Letterlijk en figuurlijk haast. Wat broer en zus steekt, is dat Derksen zelfs van minister Schippers gelijk krijgt. Nou, ik denk dat Johan Derksen een reëel probleem constateert. De vraag is natuurlijk, wat doe je eraan en hoe los je dat op? Schipper die zegt, ja, meneer Derksen heeft gelijk. Dat doet mij pijn. Waarom heeft hij gelijk? Die meneer is gewoon... Aan te opfokken, aan te beledigen, aan te pesten. Heeft Derksen niet ergens gelijk? Nee, hij heeft geen gelijk, want er is geen Marokkanenprobleem zoals Wilders onder andere ook stelt. Als Derksen incidenten signaleert, dan heeft hij alle recht om dat te benoemen. Maar benoem dat dan als, dit is wat wij zien binnen voetbalvelden, binnen de Nederlandse jeugd. En laten we dat gaan aanpakken. Hij heeft dus geen gelijk wat mij betreft als hij dit een Marokkanen fenomeen maakt of een Marokkanenprobleem maakt. Dus nee. Omar en Janet vragen zich hardop af. Wanneer horen we erbij? Wanneer zijn we Nederlander? Omar kwam op zijn 16e naar Nederland. Zijn zusje was 3 maanden oud. Beiden groeiden op in Arnhem. Janet spreekt vloeiend Nederlands. Omar met een flink accent. Maakt dat de een meer Nederlander dan de ander? Voor Janet is het duidelijk. Het is al moeilijk genoeg om op te groeien en te ontdekken wie ik ben en waar ik voor sta. Spreek mij aan op mijn gedrag. Op mijn functioneren, op mijn woorden. Besluit je over mij te praten in de media zonder mij te kennen? Laat dat alsjeblieft. Genoeg is genoeg.